Ik ben Esther en ik vertegenwoordig de Melkan. En de Melkan is eigenlijk een onderdeel van het melkveebedrijf LV Linse Bekkers. Door Thomas Linse, mijn man, Kurt Bekkers en oorspronkelijk is dat van oma Jan Linse. En Thomas is eigenlijk mijn grootste supporter, denk ik. Wie is de Melkan? Ik denk dat ik dat ben, via de koelwagen, waarmee ik als sterproduct de verse melk verkoop. De kern is de verse melk van onze koeien, die dagelijks worden gemolken. En van daaruit worden dan de verwerkingsproducten ook mee meegenomen. We zijn er vandaag in de Vennestraat. Dat is een versmarkt in Genk. En ik sta daar sinds anderhalf jaar op de markt. De Melkan is een koelwagen waarbij ik de verse zuivelproducten mee transporteer naar de markt. En dat is twee jaar geleden ontstaan. We hebben heel lang zitten nadenken over de naam. Het was iets met melk, omdat dat de oorsprong is van de boerderij eigenlijk. Hè. En de betekenis is van melk kan, puntje puntje, echt lekker zijn of zo. Of ja, de melkkannetjes. Mensen denken dan terug aan een beetje nostalgie, de melkkannetjes van vroeger. En dat is sprekend. Voilà. Dat is 2,5 met een melkkannetje. Het korte ketenprincipe stond direct centraal. Omdat we vertrekken vanuit onze melk. We drinken zelf zeer graag melk. Dit is het melkveebedrijf. Dat is hetgeen wat wij produceren naar de consument toe. En dat maakt ons ook uniek. Je kunt nergens in warenhuizen verse melk kopen. Allee, zo vers als van de ochtend gemolken en 3 uur later op de markt. Mensen kennen dat product ook een beetje minder, maar appreciëren dat wel enorm, steeds meer. Onze kinderen smaken heel duidelijk het verschil tussen andere melken en dan de verse koemelk bij ons. En ik denk dat ik ook wel een stukje idealistisch ben of zo. Dat je gaat voor iets eerlijk en iets vers, lekker. Dat komt van de boerderij van Kurt en Thomas. En die mannen doen dat met enorm veel passie en gedrevenheid voor de beesten. Ik vind de sfeer aan de markt heel bijzonder. Het is een heel nieuw gegeven. Mensen hadden zoiets van, wat komt jij hier doen? Met een verse melk verkopen, dat is iets nieuw. Dus mensen trekken wat rare ogen. Maar na een tijdje merken ze van, het werkt. Mensen komen terug. Ik vind de versmarkt hier ook wel superleuk. Ja, heel multicultureel. Je hebt ook een publiek. Je hebt allochtonen, autochtonen. Er zijn heel veel mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst die ook wel effectief de producten kopen. Die maken nog zelf hun yoghurt, dus van de dagverse melk of de karnemelk. 2 pakjes boter, alsjeblieft. Sommigen zijn heel nieuwsgierig. Zo'n beetje van, hoe smaakt dat dan en wat gaat dat dan zijn? En hebben soms een drempel om het uit te proberen. Anderen hebben zoiets van, wow, geweldig. Hier kom ik elke week terug naartoe. En pakken effectief een glazen melkkanneke terug mee of in andere verpakkingen. Maar 2 yoghurt. En mageren, hè? Ja. 2 mageren. Onze melk, daar is gewoon niks aan toegevoegd of niks aan verwijderd. Dus dat is een heel duidelijk verschil. Echt, ons dochtertje die wou de melk niet bij de oma drinken omdat ze niet lekker vond. Maar onze melk wel. Dus daar zullen de ene vindt dat lekker, de andere vindt dat juist niet lekker. Het is gewoon heel puur en zuiver. En een kaas was ook voor u. Ik help u zo, hè? We verkopen de verse, dagverse melk van onze koeien. En daarnaast werken we ook samen verschillende boerderijen. Omdat voor ons het principe is eigenlijk korte keten. En daarnaast de eerlijke prijs voor de boer. Zowel voor ons als voor onze partners waarmee we samenwerken. En daarom hebben we dus verschillende producten van de koemelk. Yoghurten, natuur, met fruit, platte kaas, verse kaasjes. En daarnaast hebben we ook de geitenmelk, buffelmelk, aardappelen, eitjes.
En echt met het idee dat dat rechtstreeks van de boer komt, dat vinden we heel belangrijk. En dat er een goede prijs aan gelinkt is. Ik ben melk aan het tappen voor een aantal Turkse gezinnen die hier in de buurt wonen. En af en toe kom ik langs en dan vragen zij onze verse melk om dan hun yoghurt te maken. Voilà, dan gaan we dat even brengen. Zo, ja, laat maar. Goed, ja? Ja, merci, hè? Ja, bedankt. Dan. Gaan we? Ja. Dag, tot volgende week. Ik vind dat geweldig leuk om die kraan als een soep helemaal open te doen en die melk laten stromen. Naar mijn gevoel zit het korte ketenprincipe helemaal in de lift. Enerzijds is dat noodzaak voor een boer geworden, denk ik. Anderzijds merk je ook dat de mensen dat super hard appreciëren. Een gezicht erbij hebben, het dagvers hebben, het lokale, het eerlijke. Hier staat onze dagverse melk. Die je lekker kunt uitdrinken, zeker als het fris is. Of chocomel mee maken voor de kinderen, voor jezelf. Of het verwerken tot lekkere kaas, platte kaas, yoghurt. Heel gemakkelijk zelf te maken. Dus melk, het begin van heel veel eigenlijk.